Hallo, wij zijn Lina en Nina. En we staan hier vandaag weer al op de 25e editie van het Jeugdroomfestival. Vandaag zijn we hier omdat er twee speciale vertoningen zijn, Tic Tac en Milo. Straks gaan wij de regisseurs van Milo interviewen, maar eerst gaan we zelf naar de film zien. Give it to me now. It's my money, you gave it to me. Mom! You must do as your father says. But it's not fair! Maybe, but what you did was wrong. Hi, the Mimi. We wilden graag iets langers maken, een langer narratief. We hadden twee korte films gemaakt en we wilden een speelfilm maken. En toen dachten we eigenlijk, waar wilden we dat het over gaat? En toen verbaasden we ons eigenlijk heel erg over een soort van de fixatie op uiterlijk in deze, nu de westerse maatschappij, zeg maar. En toen vroegen we ons eigenlijk af, wat gebeurt er nou als je net als vroeger een freak uit een sideshow bent? Of hoe zou je dan in deze maatschappij kunnen functioneren? En vinden jullie het een grote eer om op het Jeugdfilmfestival jullie film te mogen vertonen? Ik vind het een hele grote eer. Ik vind het ook een heel dankbaar publiek. In deze zaal wordt zometeen Tic Tac afgespeeld en alles draait om 25. Het is voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Het kost 2,5 euro. En de film duurt precies 25 minuten. Zo, dit waren Lina en Nina vanaf de 25e editie van het Jeugdroomfestival. Het was superleuk, dus volgend jaar zijn we er zeker terug bij. Dus wij zien jullie hopelijk allemaal op de 26e editie. Dag!